Zoon van de Vader, mensenzoon. Gij die in tijd en eeuwigheid, heiland en vorst van vrede zijt, verlos als trooster in de nood, u volge duisternis en dood. Laat ons hier nu samen zijn vanuit Gelk, met elkaar in livestream verbonden, met vele mensen, hopelijk ook hier in Lanaken, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Welkom, goede vrienden, u allen, kijkers, luisteraars die mee deze viering willen beleven, samen met heel de Wereldkerk verbonden in deze derde Adventszondag. Uitkijken naar Kerstmis, het feest van de menswording, is ieder jaar weer aangetrokken worden door het licht in deze donkere tijd. Dat is niet alleen spiritueel zo. De lezingen van vandaag geven aan dat het om een concreet licht gaat voor concrete mensen die reëel in de duisternis zitten. Mensen wiens hart gebroken is, mensen die gevangen zitten in vooroordelen of angst, mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven. Welzijnszorg vraagt daar in deze advent bijzondere aandacht voor. Voor alle die in duisternis zitten, heeft God in Jezus een blijde boodschap gebracht. Gerechtigheid hoort er te zijn voor allen. Wij kijken uit naar iemand die de mantel van de gerechtigheid draagt, zoals we vandaag horen zeggen bij de profeet. Iemand die iedereen bij de hand neemt en ons allen meevoert tot een grotere heiligheid als christen. In de advent zien we uit naar Jezus, het licht in ons leven, het licht voor de wereld. 4 weken lang zien we uit naar zijn warm licht, voor de meest kwetsbare en arme in onze samenleving. Met het aansteken van een derde kaars op onze adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van welzijnszorg mag groeien, opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning. Die de sterren hebt gesticht, gij klare zon, gij eeuwig licht, laat door het duister van de nacht de glorie stralen van uw macht. Zusters en broeders, plaatsen wij ons nu in de juiste verhouding tot onze God bij het begin van deze viering? Herkennen wij onze kwetsbaarheid en vragen wij dat Hij zich nu ons aantrekt? Heer, Gij zoekt ons en wilt bij ons wonen. Overtuigd van eigen gelijk, verhinderen wij echter vaak uw weldoende werking op ons leven. Heer, vergeef ons. Heer, vergeef ons. Christus, Gij zoekt ons en wilt bij ons wonen. Overtuigd van eigen gelijk, hebben wij echter vaak geen oog voor mensen die uw rijk tastbaar en zichtbaar maken. Christus, vergeef ons. Christus, vergeef ons. Heer, Gij zoekt ons en wilt bij ons wonen.
overtuigd van eigen gelijk, zien wij te weinig in dat wij het geluk van hen die we graag zien in de weg staan. Heer, vergeef ons. Heer, vergeef ons. Heer, kom ons in uw barmhartigheid tegemoet. Help geduld met ons. Geef ons nieuwe kansen. Heilig ons, geheel en al. Amen. Laten wij bidden. Grote God, Gij die onder ons als een kind in een stal geboren werd, vandaag roept Gij ons op om mee te werken aan uw plan gerechtigheid voor allen. Wij bidden u, kom naar ons toe, neem ons bij de hand en wijs ons de weg om in de wereld van vandaag een leven te leiden tot meerdere eer en glorie van uw naam. Wij vragen het u door Jezus, onze Heer, die met ons gaat op weg naar Kerstmis. Amen. Midden de moeilijkheden om na de ballingschap de stad Jeruzalem terug op te bouwen, kondigt een profeet Gods tussenkomst aan. Armen en verdrukte zal hij eerst helpen, want hij is als een mantel van gerechtigheid om ons heen. Eerste lezing uit de profeet Jesaja. De geest van de Heer God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden en de geketenden de terugkeer naar het licht, om het genadejaar van de Heer te melden. Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer. Ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding, mij gehuld in een mantel van heil, zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar juwelen siert. Want zoals de aarde groen voortbrengt en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen, zo laat de Heer God uw heil ontkiemen, uw luister voor het oog van alle volken. Tot zover deze eerste lezing. Wie zou die vreemde man toch zijn, die ginder in het water loopt, die roept dat de Messias komt en meer dan 100 mensen doopt. Het schijnt dat hij Johannes heet, en dat hij leeft in de woestijn, dat hij zelfs ongedierte eet en liever arm dan rijk wil zijn. Is hij het licht in donkere nacht, de redder waarop iedereen wacht, of is hij zo maar een profeet? Is er dan niemand die het weet? Halleluja, 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 halleluja.
De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Dit is dan het getuigenis van Johannes toen de Joden uit Jeruzalem, priesters en levieten, naar hem toezonden om hem te vragen, wie zijt gij? Daarop verklaarde hij, zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid, ik ben de Messias niet. Zij vroegen hem, wat dan? Zijt gij Elia? Hij zei, dat ben ik niet. Zijt gij de profeet? Hij antwoordde, nee. Toen zeiden ze hem, wie zijt gij dan? Wij moeten toch een antwoord geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf? Hij sprak, ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn. Maakt recht de weg van de Heer. De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem, wat doopt gij dan? Als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet. Johannes antwoordde hun, ik doop met water. Maar onder u staat hij die gij niet kent. Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. Woord van de Heer. U komt de lof toe, u het gezang, u alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der De geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om aan armen de blijde boodschap te brengen. Om gebroken harten te genezen. Om vrijlating te melden aan gevangenen. En om een genadejaar van de Heer aan te kondigen. Luisteraars en ook kijkers, verbonden via deze mediakanalen dankzij LRL, mogen we horen hoe de profeet verwoordt zijn getuigenis. Als profeet is hij gezonden om de blijde boodschap van Gods liefde te verkondigen en om mensen die gevangen zitten bevrijding aan te kondigen, mensen die in armoede, verdriet, ziekte en miserie zitten, mensen die geen licht meer zien in de duisternis van hun leven. En dat is zijn zending, gebroken harten genezen. En hij is daar zo blij mee en zo blij van dat hij wil jubelen in naam van de Heer onze God. En het evangelie zegt ook Johannes de Doper dat hij geroepen is, maar hij doet dat minder uitbundig dan de profeet Jesaja. Hij noemt zichzelf gewoon de stem van iemand die roept in de woestijn. En met woestijn bedoelt hij niet de kale en onvruchtbare zandvlakte waar alles droog is en waar het zelden of nooit regent. Nee,
Hij bedoelt net zoals Jesaja een leven zonder toekomst. Een leven zonder solidariteit en verbondenheid. Een leven zonder geloof. Ook dat is woestijn. En daarom moeten we de weg banen voor de komst van God in ons leven en in onze wereld. In ons denken en doen. Niet alleen in deze adventstijd, maar altijd. Elk jaar opnieuw nodigt de adventstijd ons uit om aandachtig te zijn en samen op te komen tegen armoede. Dit jaar gaat de aandacht uit naar de woningnood en huisvesting van zoveel mensen. Heel wat gezinnen in onze samenleving wonen in mensonwaardige omstandigheden. Vele mensen moeten zien te overleven in een woning die door allerlei tekorten totaal ongezond is en waarvan de huur dikwijls schandalig hoog is en hun inkomen laag. Huizen die doordrongen zijn van vocht, die niet te verwarmen zijn, die niet eens overal dicht zijn tegen regen en wind en door al die gebreken de gezondheid van mensen aantasten. En misschien stellen we ons de vraag, waarom blijven die mensen dan in zo'n woning huizen? Waarom blijven ze in een krot wonen? En wel, lieve mensen, het antwoord vinden we vandaag op de affiche van welzijnszorg. Omdat voor 1 op 5 gezinnen in ons land een goede woning onbetaalbaar is. 1 op 5 gezinnen woont in ons land in een ondermaats huis. En dat in 1 van de rijkste landen van de wereld. Lieve mensen, als christen kunnen we niet zeggen, het raakt me niet. Dat zijn mijn zaken niet, ik trek het mij niet aan. Als we zo redeneren, als we met die levenshouding in de wereld willen staan, dan zijn we geen christen. Hoe kunnen we verlangen naar Kerstmis, naar de komst van Jezus, van God in ons midden, als we geen aandacht hebben voor onze medemens in nood? Ik weet, en ieder van ons weet het, we leven in een moeilijke tijd, die al bijna een jaar aansleept. Het is een tijd voor vele mensen van eenzaamheid, van machteloosheid, van pijn en verdriet door deze coronacrisis. Straks vieren we Kerstmis en Nieuwjaar, heel anders dan we gewoon zijn. Maar ook nu, meer nog als anders, worden we uitgenodigd om een gebaar te stellen van solidariteit, om een teken te zijn van daadwerkelijke inzet en delen met de armsten in onze samenleving. Vandaar een warme oproep om een gift over te maken voor welzijnszorg. Meer info vindt u op de website van welzijnszorg en ook in de parochiebladen hier in onze pastorale eenheid. Ook willen we u van harte uitnodigen om een voedselpakket ter beschikking te stellen voor de mensen die er in Lanaken die het minder goed hebben. De plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging zal instaan voor de verdeling. En u kan daarvoor terecht in onze kerken die open zijn op bepaalde uren. Ook de uren vindt u in het parochieblad. En er zal altijd wel een parochiemedewerker zijn die u de weg zal wijzen, moest u het niet vinden of weten. Lieve mensen, als christenen zijn we geroepen om mensen van hoop te zijn. Die aangeven dat we een andere samenleving willen. Die met een beeld van een andere samenleving willen voor ogen staan. En ja, mensen ook die bereid zijn om solidair te zijn en mensen daadwerkelijk nabij te zijn. Ook in onze gemeenschap staat vandaag iemand die het licht is voor onze wereld. Hij is er. Als we van hem getuigenis willen afleggen, is hij er. En hij is een belangrijk teken van hoop voor alle mensen van goede wil. Wat zou het toch mooi zijn als we, net als Jesaja, konden jubelen van vreugde
omdat we solidair kunnen zijn, omdat we onze medemensen kunnen helpen. Dan wordt Kerstmis, ook in deze moeilijke tijden, een feest van vreugde en vrede, weliswaar anders dan anders, maar ook een feest van liefde en solidariteit. Ik wens het u en mezelf en ook iedereen van harte toe. Amen. Dank u wel, Julien. Ik nodig jullie uit nu om samen het geloof, de katholieke kerk, ons geloof te belijden, allen samen, met elkaar verbonden, dezelfde woorden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven, begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Johannes de Doper was de wegbereider. Hij verwees naar Jezus, de komende. Bidden en zingen wij ook om zijn voorbeeld in deze tijd te kunnen volgen. Voor de velen die in woord en daad getuigen van het licht. Voor de vele vrijwilligers die blijven opkomen voor mensen in armoede. Voor hen die onrecht op de woonmarkt blijven aankaarten. Voor hen die in vele contacten de hoop blijven voeden. Dat zij volhouden en op onze sympathie mogen rekenen. Laten wij zingend bidden. Kom, o Heer, en wacht niet langer. Kom ons redden in deze tijd. Voor mensen die hun tijd en energie streken in het leggen van verbindingen. Voor hen die mensen samenbrengen en samenhouden vanuit een grote bezorgdheid voor elkaar. Laten wij zingend bidden. Kom, o Heer, en wacht niet langer. Kom ons redden in deze tijd. Voor mensen die toekomst willen maken voor alle mensen. Voor hen die iedereen uit de marge willen halen. Vooral de kleinste, de meest kwetsbare, dat zij volhouden en op onze sympathie mogen rekenen. Laten wij zingen bidden. Kom, o Heer, en wacht niet langer. Kom ons redden in deze tijd. Bidden wij ook voor onszelf, uitkijkend naar het feest van Kerstmis, dat onze levensstijl getuigt van een juist aanvoelen. Bidden we ook voor de zieken uit ons midden en voor allen die in eenzaamheid leven in deze donkere tijd, dat zij volhouden en op onze sympathie mogen rekenen. Laten we zingend bidden. Altijd als wij Eucharistie vieren, bidden wij ook voor onze overledenen. Ook nu zijn we met enkele overledenen verbonden, ieder op zijn eigen plaats en zijn eigen familie. We noemen geen namen, maar in ons hart denken we toch aan enkele dierbaren. Dat de Heer nu hen mogen opnemen
in zijn heerlijkheid en dat wij toch met hen verbonden blijven, over alle grenzen heen. Laten wij zingend bidden. Kom, o Heer, en wacht niet langer. Kom ons redden in deze tijd. God, schenk ons de kracht van uw geest om, zoals Johannes de Doper, de getuigen van Jezus, het licht dat de duisternis wegneemt uit ons bestaan en ons redt voor tijd en eeuwigheid. Amen. Goede vrienden, toch even meedelen. Dit weekend kunnen wij in onze kerk geen collecte houden. Toch hebben de armsten in ons midden zeker een steuntje van ons nodig. Mag ik daarom jullie vragen om straks of morgen zeker een overschrijving te doen op het nummer van welzijnszorg. U kan dat banknummer zeker wel vinden in ons parochieblad of op affiches die je overal ook in onze kerken ziet hangen. Dank u wel. In het oosten, het licht schijnt overal. Hij kon de volken troosten, die eeuwig heersen zal. De duisternis gaat wijken van die een lange nacht. Een nieuwe dag gaat breken met ongekende pracht. Dat nu, goede vrienden, broers en zussen, dat mijn, dat ook jullie offer is, aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Amen. Grote God, gij schenkt ons uw gaven, brood en wijn. Het zijn de tekenen van uw verbond met ons, uw mensen. Maak ze ook tot tekenen van onze bereidheid om uw paden recht te maken, zodat uw licht schijnt voor elke mens en iedereen de meet haalt en in vrede kan wonen, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. En brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Profeten hebben hem geschouwd en hem voorzegd. Een vrouw die maagd en moeder was, heeft hem gedragen. Johannes heeft verkondigd dat hij komen zou en hem herkend en aangewezen toen hij eenmaal was gekomen. Hij zelf schenkt ons de vreugde en de kracht om toe te leven na de dag van zijn geboorte. Laat hij ons vinden, waakzaam,
biddend, vol van dat geheim, zingend van alle grote dingen die hij heeft gedaan. En daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zeggen u toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Vader, gezegend zij Jezus die gij naar ons toe hebt gezonden, de vriend van armen en van kleinen. Hij is ons komen tonen hoe wij van u kunnen houden en van elkander. Hij is het hart van de mensen komen zuiveren van het kwaad dat vriendschap verhindert en van de haat die het geluk belet. En hij heeft zijn Heilige Geest beloofd die met ons zal zijn, opdat wij zouden leven van uw leven. God onze Vader, wij bidden u, zend uw geest, opdat dit brood en deze wijn het lichaam en het bloed worden van Jezus, onze Heer. De avond voor zijn lijden en sterven is hij met zijn vrienden aan tafel gegaan en heeft hij ons uw liefde betuigd. Hij nam toen een stuk brood. Hij zegde een gebed om uw Vader te zegenen en te danken. En dan brak hij dat brood in stukken en hij verdeelde het onder zijn vrienden. En hij zei toen tegen hen: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u wordt gebroken en gegeven. Toen zij gegeten hadden, nam hij ook een beker gevuld met wijn. En opnieuw begon hij uw Vader te zegenen en te danken. En dan liet hij ook de beker rondgaan bij iedereen. En hij sprak toen tot hen: neemt ook deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. En verkondigen wij nu samen het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Hier gedenken wij, goede Vader, het in liefde gegeven leven, het sterven aan een kruis, maar ook het verrijzen uit het graf van Jezus, de redder van heel de wereld. Hij heeft zichzelf aan onze handen toevertrouwd om het offer te zijn dat wij u thans opdragen en om ons naar u toe te leiden. Wij loven u, wij aanbidden u, wij zeggen u dank. Verhoor ons, Heer onze God, deel uw geest van liefde mee aan alle die hier aan deze tafel aanzitten, dat zij ons meer verbonden weten met uw kerk, met onze paus, Franciscus, met onze bisschop, Patrick, en de andere bisschoppen, priesters, diakens, met allen die werken voor uw volk. Vergeet niet hen van wie wij houden, evenmin degenen van wie wij niet genoeg houden. Herinner u ook alle mensen die gestorven zijn. Ontvang hen met liefde in uw huis. En breng ook ons eens bij u samen met de maagd Maria, moeder van God en onze moeder, als de dag gekomen is voor het grote feest in uw koninkrijk, het koninkrijk der hemelen. Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn, van Christus onze Heer, u loven en blijven loven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En laten we dan nu samen het gebed bidden dat Jezus zelf ons heeft geleerd.
We zijn hierbij verbonden met God, de Vader, ja zeker. Maar dit gebed brengt ons ook bereid om ons leven meer te delen als broeders en zusters van elkaar. Ze zorgen voor goede paden, dat ook andere mensen in goede huizen mogen leven in deze tijd. Mensen die het moeilijk hebben, dat wij ook daar voor hen zorgen. Bidden we allen samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Bemoedig ons met uw woord, Heer God. Blijf tot ons spreken in de dagen die komen. Wees ons nabij met uw genade, opdat wij rechte wegen gaan als christenen, wegen van gerechtigheid en vrede. De vrede van de Heer zij altijd met u allen. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. De tafel is hier klaar en wij zijn de genodigden. Gij ook bij u thuis moogt van op afstand delen in een geestelijke communie met ons hier verbonden. Zalig de genodigden aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam van God dat wegneemt alle zonden van deze wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Advent is oefentijd
Van mooie woorden zal het heus niet komen. Papier is heel geduldig, weet u wel. Zij die arm zijn, trekken nog steeds aan het kortste eind. Nee, de boodschap is dat ieder hoop mag putten, dat ieder vrede en vreugde en toekomst vinden mag. Het zal gebeuren dat een ongekende op zal staan, midden tussen jullie door zal lopen, angst en wanhoop met zich meeneemt, in een spoor van licht en goddelijke vonken achterlaat. Hij is te kennen in de kleine goede daden, in de verwondering om het goede en het schone dat er gebeurt, en meest van al waar hij aan kleine mensen recht verschaft. Laten wij nog bidden. Johannes de Doper zegt ons: in uw midden is iemand die gij niet kent. Goede God, laat ons daarom kijken met ons hart. Doe ons mensen zien die wakker blijven en aandacht hebben voor iemand in moeilijkheden. Is dat niet het licht dat opgaat in ons midden? Wilt jij, God, in deze zorg voor elkaar niet opnieuw worden geboren? Leer ons daarom met een open geest in het leven staan en ons laten raken door uw bevrijdende boodschap, vandaag, hier en nu, en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Goede vrienden, welzijnszorg roept ons ook dit jaar weer op om bewust te worden van de precaire woonsituatie waarin sommige mensen moeten leven, ook hier in ons eigen land, en om waar mogelijk onze stem te verheffen of de daad bij het woord te voegen. Waarom zouden de mensen van vandaag ook aan ons niet kunnen zien dat Christus midden onder ons staat en al weldoende rondgaat? Waarom niet? Vragen wij hierbij om Gods zegen, opdat dit zou geschieden. Zegene u de goede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bij het einde wil ik gewoon even nog dank u wel zeggen aan alle medewerkers hier in Gelk, mensen hier aan het altaar, mensen ook achter het orgel, en natuurlijk ook Michel Bartels en zijn ploeg van LRL, die elke week opnieuw het mogelijk maakt dat wij via de mediakanalen toch bij de mensen in de huiskamer mee de Eucharistie kunnen brengen. Dank u wel. Fijne zondag aan degenen die daaraan toe zijn.